Vandaag dagen wij een pro-keepster uit voor een voetbalchallenge. Dit is hoe ze eruit ziet in het echt en hier zie je hoe ze eruit ziet in FIFA. Eén ding is zeker, op FIFA kan je onmogelijk scoren tegen haar, maar kunnen we scoren in het echt? Dat zien we in deze video. Kijk zeker tot het einde. Welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Nikki. Okay. Nee, was perfect. Anyways, Nikki is een professionele doelvrouw bij AA Gent. Ladies, je speelt ook met de Red Flames. Klopt. Dus je bent eigenlijk wel heel goed in keeperen. Zou moeten. Oké, okay. Gaan we vandaag zien, want vandaag gaan we drie challenges tegen jou. Jij mag alle drie in het doel staan. Maar voor we jou gaan testen bij de voetbalchallenge, gaan we eerst eens kijken naar jouw FIFA-kaart. Want je hebt natuurlijk een rating, dus zo weten wij een beetje hoe goed we moeten trappen vandaag. Ja. Anders kunnen we ons misschien inhouden, snap je? Okay. Pauze, stop met praten. Het is vrijdag en dat wil zeggen... Abonnee van de week! Het is weer tijd voor de abonnee van de week. Jullie hebben massaal gereageerd met pasta. Michiel gaat drie keer gooien en die drie mensen worden deze week abonnee van de week. De eerste abonnee van deze week... Lore van Hees. De tweede abonnee van deze week... Woe! Asja Jalsin. En de derde abonnee van deze week... Liam de Kok. Proficiat aan de winnaars van deze week. Wil jij volgende week abonnee van de week worden? Dat kan. Wat moet je doen? Abonneer op ons YouTube kanaal. Like deze video en reageer trein. Trein. Yes. Oh, veel succes iedereen. Maar nu gaan wij verder en proberen scoren tegen Nikki. Alright, Nikki, speel jij ooit FIFA? Ik speel heel veel FIFA. Je speelt heel veel FIFA. Oh, ja, en ben je goed? Ik vind van mezelf wel, maar ik denk als ik tegen mijn vrienden speel, dan die altijd zeggen dat ik er niks van bak. Oké. En speel je soms met de vrouwen op FIFA? Ja, sinds kort wel. En zet je jezelf het doel? Tuurlijk. Ja, oké. We hebben vandaag een FIFA-kaart voor jou laten maken, dat is deze. Mooi. Maar omdat je zegt dat je heel veel FIFA speelt, heb ik wel hoge verwachtingen van jou, want jij mag dus altijd raden wat jouw rating is. Dit is jouw totale rating, die is op het einde, dus we gaan beginnen met duiken. Ja. Hoe goed ben je in duiken? Volgens FIFA? Volgens FIFA, ja. Ik denk voor duiken dat ik 70. 70? 70. Oh, 70! Oh, wow! Oh, okay. Mooi. We zitten met iemand die een FIFA-verslaving heeft. Het volgende, jouw balbehandeling. 273. Ja, je moet één antwoord geven, hè? 73. Ik ga mezelf iets hoger inschatten. Oké. 75. Mooi. Netjes. Ja, schatting. Ja, ze hebben wel een goede stats tot nu toe. Kan je ver trappen? Ja, toch? Ja, Celine en ik zijn komen kijken naar de Flames toen jij in doel stond. En we hadden wel eens van, oké, ze kan wel ver trappen. Ja, met mijn voeten lukt het wel. Onderschat jezelf niet hier. Ik ga ook voor 75 dan. 75? 73. Ja, FIFA kan wel iets hoger. Ja. Nu misschien het allerbelangrijkste voor een keepster, ook voor een keeper, reflexen. Ja, klopt. Hier zit ik al redelijk hoog, hè. Dus ik denk dat ik ietsje aan moet zakken. 70. 70? Volgens FIFA, hè. Volgens FIFA, ja. Oh, wow! Oké, je bent hier wel echt sterk. Kenner. Wauw. Nu kan ik je al één ding zeggen. FIFA geeft vaak rare ratings op vlak van snelheid aan doelmannen. En ook doelvrouwen. Ja. Pak 30. 30? 60. Oh, check! Oh, nee. Ja, vrouwen hebben momenteel nog geen futkaart op FIFA. Ja. Dus het kan wel zijn dat je misschien op je echte futkaart een andere rating hebt. Ik hoop het. Ja, maar dit was dus want anders weet ik waar ik hard op moet trainen. Ja, volgens FIFA, wie weet ben je echt gewoon wel supersnel. Nog één rating, Nikki. Tot nu toe is alles wel goed. Ja. Maar deze kan wel je gemiddelde omlaag halen. Ja. Positiespel. 70. 70? Ja. 70. Ik denk dat er eentje lager is. Denk je 69 of 70? Ik denk... 69. 69, daar heb je toch eentje in de 60? Het is? Ja. Oh, maar hoezo? Wow. Heb je gespiekt of niet? Ik heb niet gespiekt. Ja, het kan je plat niet heel goed. Ik kan er niet doen. Ik denk dat ik 72 heb. 72?
Het zou wel sterk zijn. Trekken! 72! Mooi! Wow. Oké, Nikki is officieel FIFA-verslaafd. Dus hopelijk heb je naast je uren FIFA ook nog wat getraind. Want nu is het tijd voor de voetbalchallenge. 3 challenges en het is eigenlijk jij tegen ons 3. Jij bent de pro, wij zijn 3 amateurs. Bram hoort het niet graag, maar hij is nog steeds een amateur. Ik ben een amateur. Elke keer dat wij missen in elke challenge krijg jij een punt. Elke keer dat we scoren krijgen wij een punt. Zo makkelijk is het. En op het einde krijgt de verliezer ook een straf. Oké, dankjewel. Ik ga wel met eentje. Ik ga het wel zo ja. Ah, wel, wacht al. Ik heb er ja, dit er terug op plakken. Voilà. Ja. Kijk, zo. Veel beter. Yes, het is tijd om eraan te beginnen. Nikki, ja. Jij mag een doel. Oké. Veel succes zou ik zeggen. Yes. Er hangt ook jullie een GoPro ook. Bij jou. Dank u wel. De eerste challenge is de rebounder challenge. Jullie zien wel hoe het gaat. Elk 5 pogingen, dus 15 in totaal. Bram, jij begint? Ja. Oké, het is ook beginnen regelen. Ja, spijtig hè. Shout-out naar jouw trui. Past al bij je schoenen. Ja, hè? Het is een kleurboek. Ja. Zijn er ploegen die blauw-oranje zijn? Ja. Ja? Nee. ik ken ook niet echt een ploeg. Bram, we hebben elk 5 pogingen, jij bent. Succes! Oh, damn! Oh, even de standaard hoog leggen, zegt hij. Klaar? Yes. Kom op. Come on! Yes! Hey, nee, let's go! Kom op, hè! Goeie trap. Oké. 2 voor Nikki. Ja. Kom op, hè, Bram. We hebben punten nodig. Kom op. Ja, het moet wel echt goed getrapt Safe. Zijn. Zoals mij, hè, Bram. Zoals jou. Kom op. Daar gaat hij. Come on! Geen idee wat er gebeurt vandaag. Kom op, hè. Ja, de druk ligt hoog. Ja, kom op. Goeie trap. Zit ie. Come on. Bram, volley zei jouw ding niet. Oh, die hond. Die hond wil die bal pakken. 4-3 voor Nicky. Yes. Ga voor de hat-trick. Oké, mooi. Kom op. Damn. Net naast. Oh, net naast. Maar dan is het nu 5-3. Ja. Ai. Kom op. Oei. Mission abort. Explore this Kowalski confirming visual contact with the debris. We have to go. Die bal zijn we kwijt. Goeie Nikki! Welkom bij deze wedstrijd, dames en heren. Even kijken of Nikki Evraar ook een goede keepster is op FIFA. Boom! Wat een redding, Nikki. Daar is ze. Let's go. Kom op. Let erover. Ja! Goeie trap! Lekker! Oké. Laatste ronde met de volley. Yes! Bram, het is je laatste kamp. Van mij. Nu moet je, ja! Anders moet je dit challenge laten! Kom. Ai. Bram, out! Bram is daar. We gaan het maar 70 doen. Nee, Bram heeft ons wel geholpen met bronbelen. Bram, kom terug! We hebben u nog nodig straks. Deze moet erin. Ja, scoren moet je doen. Klem vast. Ja, oké. Goeie trap. Die ging echt goed. Misschien kunnen we wel een doelpunt maken via FIFA. Nikki staat een doel voor alle duidelijkheid. Boom. Wat redding. 11-4 is de stand momenteel, want we gaan nu naar vrije trappen, eigenlijk gewoon afstandsschoten. Nu gaan we wel op doel trappen, hopelijk. En we moeten trappen van achter deze lijn. Oké. Het begint te regenen, maar we doen nog even verder. Ready? Oké. Kom op! Hoezo ben ik zo slecht vandaag? Wauw. Lekker brouw. First goal. Ja, jouw eerste doelpunt vandaag. Kom op, hè! Ai. Heb je een probleem met je voeten vandaag? Ja, dat zijn mijn slechte schoenen. Moet even kijken. Ja. Hier, het voelt hier niet goed. Ik heb andere schoenen nodig.
Nee, wow. Nee, oh! Oké. Maar ik moet een beetje vertrouwen weer terugkrijgen. De regendans. Nukkelbal. Nukkelbal. Lekker! Wow. Oh, ik zag er hem in gaan. Ja. Was wel een lekkere trap, Bram. Maar... Ik zie dit zo. Nee, niet. Goeie trap. Oh, ja, het was wel op doel. Iets beter, iets beter al. Klaar? Yes. Kom op. Man, toch. Oh, ja, my geen God. Idee wat er scheelt vandaag, hoor. Op een corner kunnen we misschien wel een doelpunt maken. En deze pakt ook. Bram, het gaat van jou af aan me vandaag. Ik voel het. Kom! Weer al. Ja, weer al. Kom. Oh, lekkere trap! Oh nee! Ja, het zit ook wel tegen natuurlijk. Ga weg. Nee! Ik ga niet naar huis. Ja, wacht. Je hebt wel geluisterd. Ik zei op doel, maar nu in doel trappen. Daar is het super donker, begint er een regenboog te komen en daar, ouch, schijnt de zon. Er moet toch nog eentje binnen, of niet? Kom op! Oh. Kom op! Nee! Het was wel al beter, maar ik ga er gewoon weer stoppen, denk ik. Echt waar. Laat ons het nog eens proberen op FIFA. Boom! En opnieuw de redding, driebound! En die is pakt ook. Dit is echt niet leuk meer. Bram, iedereen die nu aan het kijken is, denkt, die drie amateurs zijn echt al amateurs. Ja, ja, we hebben dus... het ook gezegd, we zijn amateurs. Zij zijn prof, hè. Bram staat klaar, kom op, hè. Kom op, Bram. In the rain. Oh, lekkere trap, Bram. Oh, safe. Rebound. Hora, Bora. Oh. Ik trap gewoon. In de grond. Oh, hard met het veld. Dit is niet normaal. Heb je nog beeld eigenlijk, wat de camera's helemaal had? Ja, doe gewoon. Kom op. Ja! Nee! Nice! Oh, daar gaat hij nog eens. Ja, nice! Kom op, Bram. Dat haalt. Kom op, Bram. Lekker, Bram. Kom op. Ik weet niet of je nog iets ziet op beeld. Maakt niet uit, er valt niet veel te zien. Kom. Yo! Oh! Come on! Die staat er misschien niet op, hè? Ik zie niks meer. Maar de GoPro hangt erop. Was die in de kruising? Ja, ja. Oké. We zijn terug bij FIFA, nog eens proberen. Boom! En de rebound. Boom! En nog een rebound. Nee. Goh. We zijn even moeten stoppen omdat het veel te hard regende. Ja. En we zouden ook beter gewoon stoppen met de video. Want, ja. Nee, Nikki, je bent heel goed bezig. Ja. Maar we gaan nog één challenge doen. De score zijn we helemaal uit het oog verloren. Want ja, Nikki, je bent eigenlijk al gewonnen, denk ik. Ja, maar we hebben nog één challenge nu. Ja. Two-touch challenge. Jij gaat dus de bal gooien altijd naar ons. Wij krijgen elk 5 kansen. We mogen de bal 1 keer controleren. Dan moeten we trappen. En hopelijk scoren we eens. Ja. Oké? Okay? Succes! Oh, direct een moeilijke bal. Oh, jee. Oh, komt de bal? Oh, dit! Ja. Hoe boste die? Ja, ze had het gezien. Maar hoe boste die bal? Komt die? Touch! Oh, net op tijd, een lopje! Oh, is hij rover? Rover, ja. Bro, we moeten een scoren, hè? 0-3. Check hem voor me. Oh, touch! Oh! Lekker! Oh, de save! Oh, vrouw, wat heb je tegen die kegel, man? Eén ding dat ik wel kan. Oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Touch! Okay, oh, ja, goed. Ja, die ligt goed. Kom. Oh. Hoezo? Maar ze weet naar waar dat ik trap. Ze weet het. Hoe weet ze dat? Ze zit in je hoofd. De touch, oh! Nee. Ik zou stoppen met show en gewoon beginnen scoren. Nee, het ligt niet aan het veld. Oh ja, even zien, ik trof gewoon in het veld. Ooit moeten we toch eens scoren tegen haar. Boom! Nee, boom! Voilà! Bram, we hebben hier nog geen enkele keer gescoord. Nu is eerst. Ja, laat ons hopen. Oh. Oh, wat
een redding. Wat een redding. Lekkere save. Mooie save, echt waar. Wow. Wow. Oh, oh, daar go! Je hebt geen kans! Oh! Oh! Weer een mooie save! Damn! Oh, oh! Oh, doe, doe, doe! Ja! Nee! Bram, we hebben nog steeds geen goal, hè? Nu is de eerste. Nu is de eerste, kom op! Deze, oh, goeie touch! Goeie trap! Ja! Nee. Iedereen wordt boos van die challenge. Maar ik weet waarom dat Nicky zo goed is, hè. Ja. Dus hij kruipt gewoon in onze hoofden en wij missen altijd. Ja, het is mentaal. Ja. Oh, wow. Oh. Ja. Allee, oh! Oh. Nee, maar oh, zo! Oh, weer de die steek! Die trekt er weer over. Hey. Touch. Hoi! Van afstand! Oei! Dan kunnen we toch scoren tegen Nicky. Oh, hij is hier. Oh, wacht. Oh. Ja, sorry. Nee. Bravo. Oh. Bravo. Bram. Ik was niet aan het filmen. Er heeft nog niemand gescoord. Alleen wij twee hebben nog een kans. Dat is echt onze dag niet. Nee, wat is dit, man? Ja. Daar komt hij. Touch. De bal is terug. Jij moet scoren, anders hebben we 0 of 15. Ik heb het al opgegeven. Okay. Je heeft het pas op als het gedaan is. Ja, maar ik ben toch gebuist. Kom op. Wauw, kijk, een easy bal. Oh, ja. Klem. Ben je opgewarmd, Nicky? Bram wil nog eentje, Bram wil nog eentje. Oh, daar komt hij. Wauw. Nee, Bram, we gaan gewoon stoppen. Dat was nee, een mooie nog actie. Eentje. Nee, Bram. Wie is Nicky? Bram, stop ermee. Ik support ervan nu voor Nicky. Weet je wat? Wat? We doen gewoon 1v1. Misschien score ik dan. Oké, probeer maar. Kunnen we ooit scoren? Oh, hij gaat hier tegenin. Wat doet hij? Bram, kom op, man. Kom op. Wauw. Ik denk dat dit onze slechtste voetbalchallenge ooit was. Ik ben het zeker. Maar één ding is ook wel zeker, Nicky, je hebt wel veel ballen gepakt ook. Ja. Wat veel mensen niet weten over Nicky, is dat zij ook een prachtig afstandsschot heeft. Ze weten het misschien zelf ook niet, maar boom. Voilà, wat zeg ik jullie? Doe je geen pijn, Nicky, als je valt. Oh, ja, voilà. Pijnlijke botsing. Maar een mooi doelpunt. We waren even aan het denken en waarom zouden we een latje trap doen als we een prof doelvrouw hebben. Dus we doen gewoon een penalty challenge. Daar is Bram. En het is makkelijk. Wie als eerste mist, die krijgt de straf. Oké? Okay? Maar je moet geen stress hebben. Bram gaat missen. Bram gaat missen. Ja, dan is jij dat gewoon voor nee, mij, Bram gaat missen. Jij moet missen voor nee. Mij. Missen. Nu is het tegen elkaar, hè. Wij drie tegen elkaar. Ah, Nicky, kom op! Ik dacht dat er Panenka ging doen. Ah ja, oké, begrijp ik. Oh. Ja, oké. Oh, nu ligt de druk bij mij. Als ik mis, krijg ik een straf. Als ik kijk naar hoe ik vandaag gepresteerd heb, gaat deze gewoon op het veld daarvan. Je kan het. Succes. Nee! Oh. Yes! Oh. Come on! Ze had hem, maar toch niet eigenlijk. Toon maar Eden Hazard. Check hem. Ja, Bram mist! Goeie Nicky, come on! Als jij allebei scoren, krijgt Bram de straf. Come on! Ja! Wat is dit, man? Ja! Hoe slecht zijn jullie? Wacht, als ik score, ben ik al safe. En dan zijn jullie tegen elkaar. Nee! Gewoon rustig. Gewoon nee. Gewoon rustig. Gewoon rustig. Voor ons. Oh. Alle drie opnieuw. Wat is dit? Bram gaat geen twee keer missen, hè. Dit was onze kans. Ik ook niet, hoor. Okay. Oh. Oh, la 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 la. Ja, nu begint hij erdoor te komen. Nicky had hem bijna. Inderdaad. Oké. Maar nu ga ik ook scoren, hè. Oh, nee. Wat?
Welke trap deed je? Oh ja, de safe van Nicky. Goed zo. Dus we vergeten even wat er gebeurd is. Ik ging dus dit doen. Oh. Maar dat was dus niet gelukt. Helemaal niet. Nee, nu krijg ik de straf. Ai, ai, ai. De straf. Kontje trap. Oh. Bij mij dus. Nicky mag trappen van hier. Ik ga op de doellijst staan. Ik wil wel één afspraak maken. Nicky is gewoon neutraal. Dus ja. Als Nicky mist, als ze mij niet raakt, komen jullie allebei naast mij staan. Maar nee. Voor de tweede poging. Ja, nee. Ga je in op dat voorstel? Ga maar, ik ga niet. Ik ben aan het filmen, hè? Ja, oké. Okay. Ah, ja, ja, ik moet dus jij komt naast mij staan. Ik ga daar wel, hè? Oké, okay, dus jij komt naast mij staan als ze mist. Als ze mist, ja. Oké. Okay. Kom op, Nicky! Oh. Ja! Come on! Come on! Bram komt erbij! Ga er maar bij, hoor. Let's go! Ah! Ja! Come on! Come on! Come on! Klasse Nicky! Goeie Nicky! Het is tijd om de video af te sluiten. Ja. Hoe slecht de video ook ging voor ons, hoe goed het ook geëindigd is. Want Bram heeft de straf gekregen. Ja. Nicky, bedankt om mee te doen. Vond je het leuk? Yes, dank u. Wat? Jij vindt dat goed. Ja, ik vind dat goed dat jij geraakt bent. Nicky, vond je het leuk? Ik vond het super leuk en sorry. Oké, hopelijk vonden jullie het ook een superleuke video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Ja. Sorry voor onze slechte schoten. Ja. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Jullie zijn afgeleid. Echt, daar staan we voor. Oeh! Palas geven kan je wel.